jongens en meisjes, mooi dat jullie er kijken. Gisteren heb ik dus binnengekregen mooie nieuwe banners. En die banners zijn zeg maar drie fantastische grote doeken die ik deze zomer, dit jaar mee ga nemen naar shows. En het ziet er gewoon fantastisch uit. Yes? Hop, hop, ha! Beach flex. Ah! Ja! Yeah. 1, 2, 3. En ik vind dus eigenlijk dat ze, zoals ik ze gisteren heb laten zien, niet echt tot hun recht komen. Dus ik heb een soortje troep bij elkaar gezocht. En ik ga een plekje zoeken waar mijn banners wel goed tot z'n recht komen. Duidelijk? Let's go! Ondertussen heb ik dus mijn selfie stick gemold, mijn statiefje. Dus dan moet ik eerst een nieuwe verhalen en ondertussen moet ik bedenken wat de mooiste plek is om mijn banners op te hangen. Daar kunnen ze ook aan hangen. Check. Hij ziet er wel veel steviger uit aan die andere die ik al kapot gemaakt heb. Dus. Lijkt mij dus even een goed idee om ze aan die grote scheve toren te hangen. Nee. Maar die is dicht. Oké, dan ga ik iets anders verzinnen. Ik denk dat ik het bedacht heb. Als je ooit van Heerenveen naar Leeuwarden gereden hebt, dan zie je altijd aan de rechterkant de hele grote borden van Waterstad FM of iets dergelijks. En daar hangt nu helemaal niks. En er rijden duizenden mensen langs. En dat is een uitgelegen plekje voor een echt mooi Jelle B bannertje. Is natuurlijk wel een beetje illegaal. Ja, dat is mega. Het ziet er verder rustig uit, dus dat kan. Er loopt wel iemand. Steeds gast. Je zit de hele tijd naar te kijken wat ik aan het doen ben. Het is toch fucking vet. Het is nu tijd om te gaan kijken hoe het eruit ziet vanaf de snelweg. Joehoe! Ben ik van plan om een halve marathon te lopen. Een halve marathon? Een halve marathon? Een halve marathon? Ja, een halve marathon. Dus ik ga nu even snel een douche nemen. Eet ik 4 boterhammen op. En dan ga ik kijken waar ik naartoe ga lopen. En dan hoop ik dat het lukt. Ik begin in Wiegaard, dan door Mantrum heen, Winsum, langs Baaien en bij Lutje Lonne gaan we naar rechts
richting Vraneker. 22,1 kilometer. 21, als ik 21 gehad heb, dan stop ik gewoon. Het gaat even hardlopen, yes. Oké. Ik ga nu onderweg. 1 kilometer. Kilometer 2. Kilometertje nummer 3. Lekker. Woehoe. 4 kilometers. En wat is het er weer? 6. 9 kilometer gelopen. We zijn bijna op de helft. Nog 1 kilometer. Dankjewel. Hey, hoi hè. Hoi. 10 kilometer. Op de helft. 11. 12 kilometers. 13 kilometer. 2, 3. 15 kilometer gelopen. 70 kilometer. 18 kilometer. Nog meer paardenmeisjes. 19 kilometer gelopen. Gekke paardenmeisjes. Ik maar paardenpoep. 20 kilometer zit ik op. Nog 1 kilometer, dan heb ik gewoon een fucking halve marathon gelopen. Yes! Completed. Dus ik heb er 1 uur en 53 minuten over gedaan. En ik voel me fucking goed. Je voelt je beter dan dat je een kat bier opzuigt, zeg maar. Ah, is ook leuk. Wat wij zijn aangekomen bij een personeelsfeest. Dus fucking vroeg. En ze zitten allemaal nog te eten, dus ze ziet nog wat rustig aan. Hallo mevrouw, loopt u maar langs hoor. Ik heb echt veel zin in. Heb jij er zin in, Jel? Yeah! Jelmer heeft er ook zin in, dus dat is misschien nog wel beter. En Jelmer is een drijvende kracht achter de Jelle Beest Show. We gaan de hele set opbouwen met z'n tweetjes. En mijn nieuwe banners natuurlijk proberen. Dus, mag ik al beginnen? Nee, je mag nog niet beginnen. Want ik wil het hele opbouwen, wil ik weer timelapsen. Dank je wel voor het kijken naar deze fantastische vlog.